Gazprom is known for its poor safety standards, and we've seen Shell screw up in the Alaskan Arctic last year. And now these two reckless oil companies are teaming up. It's a disaster waiting to happen. In het geval dat er een levensbedreigende situatie ontstaat, of ik word bijvoorbeeld opgepakt en in de cel gegooid zonder pardon, dan verwacht ik wel van de Nederlandse overheid dat zij dat opnemen met de Russische autoriteiten en dat zij opkomen voor mijn recht om daar te demonstreren. Zolang ik daar geen wetten overtreed, dat ik niet in de cel word gegooid en dat er niet zonder pardon er opeens geschoten wordt. Mijn doel is om daar te demonstreren en om aan de wereld te laten zien wat voor verwoestende dingen Gazprom daar aan het doen is. En ja, er kleven risico's aan vast, maar nogmaals, ik laat me niet daardoor uit het veld slaan. Ik vind dat je moet strijden voor de zaken waarvoor je staat. En daar horen soms risico's bij en die neem ik.